ook weet voor de weer prachtige introductie voor mij. Die is van 2 jaar geleden voor mijn eerste verhaal. Dat ging ook over verandering. En als er iemand wel veranderd is, dan ben ik het wel. ik heb in ieder geval minder haar gekregen. Ja, en eigenlijk de rode draad die door mijn leven heen speelt, is verandering. En wat ik merk, is dat ik, net als dit knaapje, ik denk dat ik 3 jaar was, dat is zo'n 40 jaar geleden, dat ik continu vroeg aan mezelf, waarom? Waarom werkt het zoals het werkt? Waarom zijn dingen zoals ze zijn? Waarom is alles wat Coolping net heb laten zien, uiteindelijk, wat zit daarachter? Dat fascineert mij. En waar dat vandaan kwam uiteindelijk, is toen ik 18 was, werd ik eigenlijk gedrukt om van ja, gaan we studeren. Ja, en ik koos maar rechten, want ik wist het niet. Want studeren was een soort maatschappelijke druk, je moet voortgang maken, et cetera, noem maar op. Ik studeerde 1,5 jaar en ik bedacht me eigenlijk toen een van mijn beste vrienden bij me kwam. Ik zou zelf samen een platenzaak beginnen, dat vond ik leuk. Die zijn we begonnen uiteindelijk. En al snel kwam er een platenmaatschappij uit voor. En wij brachten gabbermuziek uit. Ik weet niet of iemand nog weet wat er is. Maar ik was een van die DJ's die ook gewoon draaide. Ja? En wij gingen uiteindelijk, omdat we geen distributie voor onze muziek hadden, gingen we op zoek naar een distributeur. We kwamen bij al die grote platenmaatschappijen waarvan de namen wel bekend zijn uiteindelijk. En overal waar we kwamen, was het Dennis en Duncan. Deze muziek komt nooit op de radio, dus het wordt geen succes. Je moet je voorstellen dat mijn eerste baan platenbaas was, uiteindelijk dat ik 4 miljoen platen verkocht. Met gabbermuziek, die nooit op de radio gekomen is. Die trigger uiteindelijk was voor mij gewoon in alles wat wij deden bij IDT. Ja, wacht eens even. We gaan gewoon kijken hoe ver we komen. Zo kwamen we met Sensation en zeiden de Duitsers, niemand komt in Wise. Ook zo mooi. 28 landen later, een paar miljoen bezoekers. Ach, en zo gaan we door. Dus het is continu eigenlijk de vraag stellen, waarom werkt het zoals het werkt? En vooral, ja, heeft het internet, de digitale wereld, eigenlijk een soort revolutionair karakter, waar wij eigenlijk onszelf steeds moeten aanpassen. Aanpassen aan de dingen die gebeuren. Maar waar we nu staan, en wat we merken is eigenlijk dat, vroeger bracht ik cd's uit, dat is een product. Dat werden diensten uiteindelijk, iTunes. Dat gaat nu naar een netwerk, Spotify. Dit is letterlijk gewoon een product, fysiek. Dit is een download, dit is een soort van, dat haal je ergens op en dat sla je dan op. En dit is de toegang. En eigenlijk wat je ziet, is dat ieder bedrijf, maar zeker in de muziekindustrie, en bij artiesten, is dat er netwerken ontstaan. Gevraagd en ongevraagd, rondom je heen. Want jij bent zelf uiteindelijk degene die dat netwerk creëert. En de basis van een digitale strategie, ja, is dan ook begrijpen hoe die keten in elkaar zit. In de Sanoma-presentatie werd het net al over devices gesproken. En over netwerken, en over naar inhoud, en over connecties. Dit is iets wat je gewoon kan volgen. 2008. Zei ik het uit bij IDT, van jou luister eens even, we verkopen geen kaartjes, maar we zijn er net. Dat moet je niet roepen als je 40, 50 miljoen euro omzet aan kaartjes hebt, want dat is ook het belangrijkste. Dat iedereen zegt, ja, verkopen kaartjes. Maar eigenlijk waren we bij IDT gewoon content produceren. Het maakte namelijk voor, tijdens en na het evenement content. Dat is de inhoud. Die moesten we kwijt in een landschap, dat was onze eigen website. Facebookpagina, of een YouTube kanaal, of Twitter, of dat kwam op apparaten. Daarmee moesten we eigenlijk verbinding maken met mensen, of met groepen, of met bedrijven, en daar kwam informatie uit. En deze, eigenlijk 5 pijlers, zijn de kern van je digitale strategie. En ook de kern van je digitale transformatie. Als jij weet welke apparaten op de markt komen, dan weet je uiteindelijk hoe nu.nl en Facebook en dergelijke daar plek in gaan nemen. Dan weet je welke inhoud ze gaan maken. Dan weet je ook welke mensen ze gaan aanspreken. En dan weet je uiteindelijk wat voor informatie gaat ontstaan. Het duurde mij even inderdaad om hierachter te komen. Maar ik vroeg mij waarom geven we zoveel geld uit aan digitale projecten? Is het nooit op tijd af? Ja, dan zijn we nooit tevreden. Dat komt omdat we ergens midden in die keten begonnen.
En daardoor, ja, we bouwden maar sites. Niemand had gekeken dat misschien Apple om met een nieuw apparaat kwam, et cetera, noem maar op, die misschien een andere weergave nodig had. Dus door eigenlijk wat helemaal uit te zoomen en de context van het grote geheel, de digitale wereld, ik hoorde net al de context op contentniveau, maar de digitale wereld te pakken, heb je een idee eigenlijk wat je moet doen. En dan krijg je de rol, want dit is eigenlijk een ecosysteem, krijg je de rol van het ecosysteem. En ik hoor steeds mensen zeggen, we moeten naar microniveau, we moeten naar klantenniveau. En als je dus zegt, dan zit je eigenlijk de fan bij een DJ centraal of bij een evenement. En die fan, die heeft een soort van 360 graden profiel gekregen. Die heeft een e-mailadres, die zit op je website of app. Die komt misschien wel bij je in de winkel of maakt connectie met een callcenter. Heeft misschien wel een membership. Maakt gebruik van een van je diensten, online diensten die je hebt. Zit misschien wel op social. En al die dingen zitten rondom die fan. Maar als je dit voor andere bedrijven zou invullen, zou je kunnen zeggen dat is een product of dat is een dienst. Dan nog steeds blijft eigenlijk dat gelden. Daaromheen zit eigenlijk je organisatie. Daaromheen zit dus eigenlijk je eigen ecosysteem. Je website, je eigen Facebookpagina, je eigen YouTube kanaal, je eigen Twitterpagina. En daaromheen zitten die van anderen. Dat is het hele speelveld wat je aan het bestrijden bent op het moment dat je ook maar enigszins wilt digitaal ondernemen. Dat betekent dus dat je al de pijlers rondom je organisatie, dus communicatie, marketing, commercie, creatie, je back-office misschien wel, productieafdeling, die hebben daarmee te maken. Dan heb je een voorkant, dat is hoe het eruit ziet, hè, wat we net gezien hebben bij nu.nl, maar vooral een achterkant. Want die achterkant, dat is fascinerend. Hier komt namelijk informatie vandaan. En die laatste pijler waar we het over hadden. Op het moment dat jij die meneer of mevrouw kent, kun je hem ook beter bedienen. En dit is letterlijk een invuloefening. Je kan hier je eigen dingen in gaan zetten en dan zie je ongeveer hoe je eigen wereld in elkaar steekt ten opzichte van de totale wereld. Dat betekent, dan voel je me aankomen, dat je businessmodel eigenlijk opnieuw tegen het licht moet gehouden worden. En ik weet niet of iedereen weet wat dit is, maar dit is het businessmodel canvas van Alex Osterwalder. En eigenlijk, als je het over een businessmodel, dan heb je het over een waardepropositie. Dan heb je over waarom doe ik wat ik doe, hoe doe ik dat, wat heb ik daarvoor nodig en wanneer ga ik dat doen. En dan kom je eigenlijk al heel snel bij de discussie van kaartjes verkopen, verdienmodel en waardepropositie. Ik maak content. INIT was een contentproducent of een evenementenhouder of festivalorganisator. Is een contentmaker. Een DJ is een contentmaker. En als je hem doortrekt naar eigenlijk Xanama, zijn er contentmakers. En die hebben dus eigenlijk dit businessmodel. En dan kun je invullen wie je partners zijn, en welke activiteiten je hebt, en welke resources je daarvoor gebruikt. Dat is aan de achterkant. Een kostenaspect. Welke relaties, dus dat zijn je klanten of je individuen, misschien wel de merken met wie je samenwerkt, telecombedrijven, mediabedrijven, digital service provider, distributie, de kanalen die je gebruikt en het segment waar je in zit. Dit is er toevallig een voor een festival, maar letterlijk kun je deze invuloefening ook doen voor jezelf als uitgever of misschien wel als kantoren. Hiervoor. Hoe richt je dan je organisatie in? Al heel snel merk je dus, ja, als je die cirkel zag, dat je eigenlijk alle aspecten van je bedrijf nodig hebt. Dat betekent eigenlijk dat je een stuurgroep moet gaan oprichten, waarin al die zes pijlers, dit zijn er toevallig iets meer, maar ik kan me voorstellen dat een organisatie misschien wel een dubbele functie heeft. Maar er komt een stuurgroep waarin het management zelf ook plaatsneemt. Het management gaat faciliterend optreden, in plaats van leidend optreden. Want dat zijn de mensen op de vloer. En de mensen die gebruik maken van het model, die goed weten hoe het werkt. En het moment is over het algemeen voor knopen doorhakken en ik heb geld nodig. Kunnen we het uitrollen? En zo kun je eigenlijk je eigen machine. Je kan ook ervoor kiezen, als je heel klein bent, bijvoorbeeld dat je dit laat invullen door een externe. Maar een externe, die stuur je vanuit je strategie. En ik zie heel veel social media bureautjes opstaan de afgelopen jaren. Ik zie heel veel storytelling bureautjes opstaan. Ik zie
allerlei videoproductiebedrijfjes die opstaan, et cetera, noem maar op. Maar die zijn eigenlijk allemaal, als je kijkt naar de keten, stand-alone. Doen ook heel veel stand-alone dingen. Met DJ's en met festivalorganisatoren zie je gewoon dat heel veel pagina's door derden worden beheerd. En die weten helemaal niet wie de fan nou eigenlijk is in relatie tot die DJ of tot dat evenement. En ergens, oké, prima dat er nog geantwoord wordt. Maar er wordt wel eens het verkeerde antwoord gegeven. Want je had misschien wel kunnen weten op allerlei andere manieren, namelijk bijvoorbeeld de ticketverkoop, wat die relatie met die klant is, of die fan is, met die DJ of evenement. Dat geldt ook dus voor bedrijven. KLM wordt geroemd uiteindelijk voor een webcam. Klopt. En altijd snel met een antwoord en noem maar op. Maar als je nou iets twittert of tweet, of je zet iets op Facebook, niet dat ze weten welk Flying Blue nummer ik heb uiteindelijk, welke klant et cetera ik ben, en ga zo maar door. Terwijl als je dat systeem aan elkaar hadden gekoppeld, had ze het wel kunnen weten. En daardoor nog beter dingen kunnen doen. Dat geldt bijvoorbeeld ook zo denk ik straks voor de login van nu. Dat is niet alleen wat gebeurt in de nu-omgeving. Maar dat is juist daarbuiten die nog veel meer relevantie gaat toevoegen aan het systeem. Dus de transformatie naar een digitaal volwassen onderneming gaat eigenlijk in stappen, gaat in kleine stukjes. En als je kijkt, zeker in de evenementenindustrie, dan hangen de meeste partijen rondom eigenlijk, ja, die hebben nog geen management, hebben geen budget, hebben vaak geen structuur, hebben geen resources en doen af en toe wat experimenten, om het maar zo te zeggen. Of ze weten dat ze dat moeten gaan inzetten, hebben een beetje werken nu met engagement achter de zaken, doen met pilots en hebben part-time resources, dus stagiaires. Stagiaires die omgevingen van 15, 16, 17 miljoen mensen aan het bedienen zijn. Dat zijn omgevingen die groter zijn dan menig multinational in de wereld. Daar zet je een stagiair op. Dat gebeurt. En niet alleen in de dance, niet alleen, maar het gebeurt ook gewoon bij bedrijven. Ja, laat staan dat de gestructureerde fase er is, waar je budget hebt, een roadmap hebt, hoe je het gaat uitrollen, waar de managementverantwoordelijkheid is, waar misschien je data gecentraliseerd is, en waar rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn binnen een organisatie. Het houdt hier eigenlijk een soort van op bij de meeste partijen. Dus overigens niet alleen in de dance, maar dus ook in de sport. Ja, dus ook in andere branches zie je gewoon. Het houdt hier op. Maar je moet eigenlijk door om verder te transformeren. Je wil eigenlijk gewoon dat er actieve executie plaatsvindt. Dat er dagelijks management is. Dat je loyaliteit die ontstaan is door de dingen die je doet. Hè? Je hebt je loyaliteit gewoon verdiend. Letterlijk doordat je muziek uitbrengt of evenementen geeft. Dan blijven mensen aan je verbonden. Via je Facebookpagina of je Twitterpagina of misschien wel je website. Die moet je zorgen dat je die onderhoudt. Dat is eigenlijk een loyaltyprogramma wat zomaar ontstaan is. En eigenlijk wil je gewoon naar strategische focus, significant budget, ja, waarin je multi-channel initiatieven ontwikkelt. Eigenlijk wil je een digitale business unit, wat letterlijk dit organisatietje is wat je net zag. En eigenlijk wil je informatie gebruiken om je fans beter te bedienen. Ik was vanmorgen bij Mojo. En 3 weken geleden heb ik een blogpost geschreven over Mojo uiteindelijk. En ik was getriggerd door een artikel in het AD. Door de directeur van Mojo, Erik Ehrenburg. En die zei, wij gaan verjongen en dat doen wij door middel van het programma. We gaan dus jongeren, we gaan bands boeken die beter aansluiten bij een andere doelgroep. Ik zei eigenlijk, je roept meteen iets heel anders over je af. Je bent in 20 jaar niet in staat geweest om met die jongere doelgroep te communiceren. Dus door de programmering te veranderen, ga je een nieuwe groep aanboren en je organisatie is niet digitaal. Twee uitdagingen te gaan. Dus je bent er nu over na en denk hoe ze dat gaan aanpakken. Schets je niet tegelijkertijd een heel ouderwetse top-down organisatie? Nee. Waar begrijp ik dat verkeerd dan? Oh, dat paadje is meer zo van dat je naar een geoptimaliseerde fase gaat. Het is niet een top-down organisatie, maar als je kijkt naar de netwerkstructuur, kan je hem plat maken en je ziet al
management niet de voorname rol heeft. De fanbase met de informatie is eigenlijk de sleutel. En het gekke is dat de meeste bedrijven en organisaties gewoon letterlijk het goud voor hun neus hebben liggen. Maar gewoon niet weten wat ze ermee moeten doen. Het is een heel technisch plaatje, daar zou ik niet over, helemaal over ingaan, maar waar het op neerkomt is vaak dat bedrijven hebben websites, doen iets met social media en hebben vaak e-mailbestanden. Daarin weten ze eigenlijk al niet de relatie onderling. We weten gewoon niet of degene die de nieuwsbrief krijgt, of die nou daadwerkelijk op social media zit en wat die doet. En dit is eigenlijk een klein virtual framework wat je eroverheen kan leggen. Het kost helemaal niet zoveel. Kan je al voor 1500, 2000 euro kun je dat aanleggen. Door gewoon die informatie te halen uit die netwerken. En daar context in te zoeken. Op basis van het plaatje wat ik net liet zien. Met die cirkels. Eigenlijk haal je je service data, je marketing data, je klantendata, je verkoopdata haal je in één. Ja, daar doe je een mooie processie over en dat voeg je samen. Er komt een profiel, een 360 graden profiel, komt daaruit. Dat is rijk of dat is minder rijk. En de eerste dingen die daar ontstaan is eigenlijk van oké, moet ik het aanvullen of is het voldoende? En daar ga je mee aan de slag. En eigenlijk wat er dan ontstaat, doordat je context aanbrengt binnen je eigen informatie die je al voorhanden hebt, ontstaat er eigenlijk nieuwe bedrijfswaarde. Er ontstaat eigenlijk nieuwe realiteit. Er ontstaat ook efficiëntie. En eigenlijk vind je dan heel snel nieuwe verdienmodellen. Want bijvoorbeeld bij een evenement worden heel veel sponsorovereenkomsten besloten dat de eyeballs die binnen de hekken offline plaatsvinden. Terwijl je eigenlijk ziet dat de partijen buiten het hek, namelijk in de digitale wereld, elke dag veel groter zijn. Makkelijker. En dat zijn eigenlijk drie pijlers waar hele knappe manieren boekjes over geschreven hebben. Dat is gewoon bedrijfswaarde. En doordat je eigenlijk verandert van product naar netwerk, krijg je ook een andere waardering. Dat is inmiddels wel duidelijk geworden sinds de beursgang van Facebook, Twitter en allerlei andere digitale bedrijven. De lessen die ik geleerd heb in de afgelopen jaren. Ik hoorde het woord al vallen bij de presentatie van nu. Context. Maar context op het hoogste niveau. Ik vind dat een bedrijf wat digitaal als prioriteit heeft, of digitaal als drijver heeft, moet de context begrijpen over alles. Dat is dus apparaten, landschap, inhoud, connectie en informatie. Het is geen ICT-verhaal. Heel vaak kom ik bij bedrijven en die roepen dan, ja ik heb dit toeltje en dat toeltje en er komen allemaal tech rockstars en startups komen tevoorschijn en ik doe dit en ik doe dat. Ja, dat is niet de oplossing. De oplossing is dat jij begrijpt wat de context is. Het is mensenwerk. Dan vind je de spullen wel bij. Het zijn hamers, schroevendraaiers, zagen die je helpen. Maar het is de tekening waarvan je weet wat je moet maken. En welke materialen je nodig hebt. En tenslotte is het je mindset. Ik kom drie typen mensen tegen. Ik kom de opportunist tegen die gewoon zegt, Tim, jij vertelt waar het goud ligt. Ja. Alsjeblieft, hier is het budget. Ga het maar ophalen. Ik kom mensen tegen, nou, ik vind het een goed verhaal. Maar, laat het me maar eens zien. Vooruit, fair enough. Die uitdaging ga ik wel aan. En ik kom de nee tegen. En een nee, gewoon van Dennis, ik vind het een mooi, ik snap het niet. Geef mij eens de tijd om te bestuderen, ik kom eens terug. Of de nee, en die zegt gewoon, we werken zo, zoals we altijd zo werken. Ik ben blij met mijn baan. Ik heb de hypotheek betaald, ik heb een lease-out aan. Ik kan vertellen op verjaardagen dat ik bij die en die dat bedrijf werk en klaar. Ja, dat zijn de mensen ook uiteindelijk, weet je. Daar gaat je bedrijf niet door veranderen. Ja? Het bedrijf gaat veranderen. Ja? De digitale strategie en transformatie kun je bewerkstelligen door gewoon net als ik te vragen waarom werkt het zoals het werkt? En waarom nu.nl, het een mooie voorkant verhaal is, maar waarom werkt het zoals het werkt? Maak een goede roadmap
Oftewel, zorg ervoor dat je laat zien wat er op je bedrijfsniveau gebeurt. Doe je een aantal internetdoelstellingen bij. Je zoekt een aantal contentzaken erbij. En je gaat kijken welke tech-faciliteiten, welke gereedschappen je nodig hebt. Schaamteloos plug. Ik ben er doorheen. Dankjewel. Okay. Nog even de vorige dia. Zeg je? Doe nog even de vorige dia. Schaamteloos. Er is een verhaal over. Dennis schrijft dus boeken. Ja, die boeken bestaan dus alleen maar op het internet, oftewel digitaal. Dus je moet ze downloaden. En de URL daarvoor is, waar staat het? edmndedigitalewereld.nl. Nou, dat is binnen. Dankjewel. Maar je moet nog even blijven staan. Want het is toch wel, kijk, jij begint met je helikopter en je vliegt over al die bedrijven heen. En je legt dat heel mooi neer in plaatjes. Maar dan wordt het wel heel ingewikkeld. Tenminste, voor mij. Ik ben geen econometrist. Ik weet niet hoeveel economisten hier in de zaal zitten. Even kort, hartje snel. Ah. Oeh, dat is slecht nieuws. Dennis met zijn rechten heeft zich helemaal geëconometrist, zeg maar. Maar je moet er toch wel een beetje helikopterview met ja, dat econometrische dingen weten. Om dit goed te doen, right Bart? Jouw achtergrond? De wiskunde. Ja, dat is toch wel... Waar heb ik maar. Nee, hij vertelt het zo simpel dat je het toch wel snapt. Ja. Dankjewel, Bart. Ik wil, wiskunde is een vrij complex vak. Verreweg het eenvoudigste stukje van de wiskunde. Dat zijn vergelijkingen van type I is AB, AX plus B. En die noemen wij rechten. Zo is het. Ja. Kijk aan. Dat is voor elkaar dus. Wat wil je zeggen? Nou, ik wil even vragen. Kijk, je ziet er echt een beetje aangeslagen uit. Sorry dat ik het zeg. Wie is niet aangeslagen? Wie kan opkrabbelen en zeggen, ja, maar wacht even, hoe zit dat nou? Een vraag, een verheldering, een ja, daarachterin. Tijdens het programma weet ik ook welke argumenten je aandraagt om een professor te transformeren. Ik maak hem wel eens mee dat ik het probeer uit te leggen. Als je echt aankijkt, waar wil je God van doen? Ze zitten zo vast in een eigen stramien. Wat? Ja, hoe denk je dat ook? Ja, goede vraag. Ik breng op zich niks over. Ik ga niet naar klanten toe. Dat is misschien wel meteen het verschil met andere consultancypartijen of adviespartijen. Ik deel mijn kennis in de hoop uiteindelijk dat je een aha-momentje krijgt en denkt van, nou god, weet je, ik zou eens met die jongen willen praten. Ja. Ik ga er ook niet over uiteindelijk om je te veranderen. Je verandert zelf. Ik verander zelf. Als ik bekijk wat ik als je me op mijn 18e vroeg, word je digitaal transformator? Nee. Ik weet het niet eens. Wat is dat voor een label, man? Moet ik hem bij jou trouwens? Ja, nee, maar. Snap je? Nee. Dat frustreert je toch? Nee, helemaal niet. Totaal niet. Het frustreert mij helemaal niet. Het gebeurt. En als je niet aansluit, mis je de boot. Er komen 24-jarige MT-leden. Die gewoon letterlijk zo die boot vooruit willen. En als jij 30 of 40, mijn leeftijd, of misschien 50, en je gaat niet mee met die boot, houd het voor je op. Ja. Vervelend genoeg. Helder wat je zegt, Dennis creëert zijn eigen vraag. Dat heb ik de laatste 2 jaar wel gezien. En dat werkt dus echt. Weet je, dat is wel heel sterk. Maar de andere vraag die bij me opkomt is, kunnen die oudjes dan echt niet mee? Want ja, die oudjes kunnen echt niet mee. En ik ga je vertellen over waarom. Nee, maar die oudjes kunnen niet mee. En waarom niet? Omdat die vergelijken met hoe het vroeger ging. Maar vroeger bestaat niet. En dat is het punt. Ja, ik op een gegeven moment had een spreekbeurt in 2009 over social media. Zaal vol bij de NIMA, 400 man. Weet ik veel, en noem maar op. En dan zeiden allemaal gasten van banken, en noem maar op, dat social media, dat wordt misschien niks. Ja. Ik hou stil, toch? Laat maar gaan. Nee, maar ik heb er geen tijd meer aan. Ja, filosofische uitspraak, ik mag er eentje samenvatten. Je moet inderdaad niet vergelijken met vroeger, dat is eigenlijk wat ik zeg. En daarvoor heb je wel een hele frisse mind nodig om naar voren te kijken. En als je goed naar je klanten luistert, dan ga je dat uiteindelijk toch wel doen, want die fluisteren je dat wel in, denk ik. Nee, als je goed luistert, dan het gebeurt, het gebeurt. Kijk, toen ik voor mezelf begon 3 jaar geleden, was ik gefascineerd over DJ's die miljoenen fans op Facebook hadden. En ik dacht gewoon, wat doen zij goed, wat wij bij IDT misschien wat niet goed deden. En ik ben dat gaan monitoren.
Ik ben dan gaan kijken, en het waren er eerst 100 en er werden er 500. En tegenwoordig doe ik bekijk ik ongeveer 1500 DJ's elke dag als een soort beurs hoe ze presteren. En daaruit komt gewoon hoe ze goed ervoor staan. De feiten. De feiten. Fact-based, data-driven, wiskundig gebaseerde econometrische modellen. Die vraag beantwoordt volgens mij in jouw geest. Pak gewoon de 10 meest nieuwsgierige mensen uit je organisatie en maak ze 2 dagen in de week vrij voor nieuwsgierigheid. Ja. Moet je kijken hoeveel innovatief vermogen er loskomt. Ja, absoluut. Dat fenomeen is bekend. Google geeft iedereen 1 dag in de week vrij om aan zijn eigen projecten te werken. Nog meer vragen? Even aan de verhaal. Ja, daar gaat het. Ja, ik heb nog één. Bedankt Dennis, ook vanwege de kleurstelling, want je toont jezelf in het blauw en op het scherm is het anders. Ja, maar natuurlijk goed op beeld, hè? Periscope, je bent live over de hele wereld nu. Not in English. Maar hoe bepaal je nu eigenlijk de juiste content? Hè? Je zegt van, nou, wij zijn eigenlijk contentmakers, de DJ's, zijn dat de enige of ga je ook nu.nl is samen maar dat je bepaalde profiles gaat maken voor de... Die profiles die zijn eigenlijk ontstaan. He, dus doordat je content bent gemaakt, zoals muziek, en je dat op een of andere manier distribueert, komt dat in die digitale wereld terecht. Ergens. En de grap is dat je, als je gewoon gaat kijken, en je zet een emmertje onder de Facebook-conversaties, dan ontstaat daar eigenlijk al profilering. Want je, aan het eind van de dag haal je dat emmertje weg, gooi je, typer je dat om. En er staan daar voornaam en achternaam bij wijze van spreken. En er staat ook al een tijdstempel bij. En heel langzaam ontstaat er al een klein profiel. En dus zo kun je eigenlijk al heel snel beginnen. Zonder dat je daar directe informatie voor nodig hebt. Profilering ontstaat. Waarom? Omdat mensen eigenlijk zichzelf profileren. Op de sociale kanalen. We zetten allemaal mensen die Twitter gebruiken in een Twitter bio. Ja, wat ze doen, waar ze van houden. En dan kun je wat uit opmaken. Dat is een eerste stukje profileren. Nog meer vragen hier? De jongere de partner, kom op. Dat is een helder verhaal. Jij snapt het, hè? Jeetje, eitje, appeltje, eitje. Nog meer andere wetenswaardigheden? Dingen die gedeeld moeten worden? Kunnen worden? Nee? Nog meer vragen? Gedachten? Ja. Ik vraag iets. Wat is nou echt een voorbeeld waarvan je zegt, wow, ze hebben een deel dat ze de social data hebben gescreept en gecombineerd in het podium en er echt iets voor de organisatie enorme waarde aan hebben toegevoegd? Op dit moment ben ik er bezig met een voetbalclub. Ik mag niet zeggen wie het is, want dat is een beetje... Dus sommige dingen wachten, ik mag niet. Spelen ze in het blauw? Spelen ze in het blauw. Maar wat we daar op dit moment aan het doen zijn, en eigenlijk ook bij een DJ op dit moment, is dat je kan bijvoorbeeld webpagina's personaliseren. En die kun je personaliseren doordat mensen op je pagina zijn geweest en dan gaan ze weg en dan gaan ze ergens anders naartoe. Maar je kan ze ook personaliseren door die gegevens te koppelen, eigenlijk op zoek te gaan naar bijvoorbeeld sociale gegevens. Dus stel, ik kom op de pagina, ik heb ook een social profiel, het staat ook in de database van de seizoenkaarthouder bijvoorbeeld. Ik kom terug, maar in mijn sociale profiel is gebleken dat ik die speler specifiek goed vind. Dat verandert de totale webomgeving in stukjes. Met die speler aan, et cetera. En dat zit opgesloten in het sociale profiel. Ja, dat geeft een betere beleving en daar neemt de kans toe dat je wat gaat doen. Nog één ding, dat is die privacy discussie. Want zo helder als je het net vertelt, al die data is al bekend. Dat profiel maak je zelf aan met je eigen gedrag. Ja. Is voor jou eigenlijk dan geen issue. Maar privacy zit natuurlijk wel in. Je moet zeker zorgen dat je privacy compliant bent. Alleen door de juiste weergave van de content binnen te geven, heb je geen opt-in nodig. Je hebt inmiddels al openbaar, maar niet wie je bent. Ja, dat is wat gebeurd. Ja. Eenmaal allemaal. Niemand? Dennis Doeland, dankjewel.